De mangrovenbossen van Suriname zijn van cruciaal belang voor de kustbescherming, met name de strijd tegen erosie, en hebben een stabiliserende invloed op het natuurlijk leefmilieu. Vanmorgen werden de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen van de belangrijke bossen uit de districten gepresenteerd. Dit onderzoek vloeit voort uit het Global Climate Change Alliance-programma, GCCA, dat al sinds 2017 ondersteuning verleent aan de overheid voor het opzetten van een monitoringssysteem voor mangroven-ecosystemen. Projectmanager Heidi Malone-Lepelblad zegt dat deze tweede fase een verbetering van het monitoringssysteem markeert. Sarah Krabbe, onderdirecteur onderzoek en ontwikkeling bij Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, zegt dat Suriname helaas niet over genoeg data beschikt van de mangrovenbossen. Hebben we proberen veranderen in de afgelopen 5 jaren, waarbij de eerste metingen zijn gestart in 2018. We hebben toen over de hele kust 11 plotjes opgezet, van eigenlijk Galibi tot Nikeri. Daar hebben we gemeten hoe groot de bomen zijn, welke soorten voorkomen. En daarnaast hebben we ook een jaarlijkse analyse gedaan van de veranderingen in de bedekking van de mangroven. Dus we hebben gekeken of op jaarbasis hoeveel mangroven er is en hoeveel die mangroven is bijgegroeid. Of juist hoeveel afslag er is langs de kust omwille van de natuurlijke dynamiek van de modderbanken. We hebben ondertussen 2 metingen in het veld gehad, waarbij 11 locaties al 2 keer zijn gemeten, waardoor we ook hebben kunnen zien hoeveel die bomen gegroeid zijn in de tussenperiode. Dus we hebben nu vrij goede data. Die data die wordt beschikbaar gesteld via de platformen van SBB, www.gonini.org en het dataplatform COPI. Dus iedereen kan eigenlijk gebruik maken van die data om een onderzoek te doen, studenten, scholieren, maar ook de beleidsmakers, om eigenlijk beter beleid los te laten op de mangroven. En vandaag proberen we die data in verstaanbare taal eigenlijk te presenteren. Dit project draagt ook bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Gelet op het belang van mangroven voor de natuur is het beschermen daarvan enorm belangrijk, zegt Malone-Lepelblad. Mangroven vertegenwoordigt eigenlijk een heel belangrijk ecosysteem om Suriname te beschermen tegen de negatieve effecten die door mogelijk hoge zeewaterstanden en zeespiegelstijging veroorzaakt zouden kunnen worden. Omdat dit ecosysteem een soort bufferfunctie uitoefent, behalve de kraamfunctie. Die zorgt dat we dus bijvoorbeeld voldoende eiwitten hebben. Viseiwitten waarvan onze bevolking moet leven. Veel mensen vinden daar werk. En gewoon omdat het ecosysteem een belangrijk deel vormt van onze nationale natuurlijke waarden. Die er zijn aan natuurschoon en dieren. In dat kader zijn er dus middelen beschikbaar gesteld, is er capaciteitsversterking geweest. Niet alleen van SWB voor de uitvoering van dit project, maar ook met het ministerie van de afdeling Natuurbeheer, van het ministerie van Grond- en Bosbeheer. Vanuit dit punt zullen verdere projecten worden uitgevoerd.